Dit doet me gewoon echt denken aan een lekkere, gezellige zomeravond. Ik heb er al helemaal zin in. Hoi, en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube-kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Esmee en misschien kennen jullie mij al van mijn eigen YouTube-kanaal of voor de video's die ik al eerder heb opgenomen. Maar ik heb vandaag weer een superleuke video voor jullie. Ik ben namelijk net naar de Action geweest. Hele tas vol, hij is ook echt super zwaar. Maar ik heb allemaal leuke dingetjes gehaald om buiten te eten. Dus het thema van deze video is eating outside. Nou heb ik laatst ook al met Action een dakterras makeover gedaan. En daarom ziet mijn dakterrasje er nu echt mega leuk uit. En dus echt geschikt om buiten te eten als het lekker weer is. En daarvoor heb ik nu dus allemaal leuke dingetjes gekocht. Dus heb je zin in deze video en ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker hier beneden. En ik laat je nu even zien wat er nu allemaal in de winkels ligt. Nou, zoals je kan zien, er ligt echt al heel erg veel in de winkel. Het assortiment is heel erg wisselend. Er lagen echt wel heel erg veel dingen voor het barbecue en zo. Dus dat is ook mega leuk. Dus daar heb ik ook wel dingetjes voor gekocht. Ik heb hier het bonnetje. Daar kan ik alle prijzen opnoemen. En dan ga ik nu beginnen met alle items uit de tas. Nou, ik had het al over barbecuen. Wij hebben een best wel klein dakterrasje. Hij is wel helemaal open, dus je zou er kunnen barbecuen. En dit hadden ze bij de Action. En dit was €2,43. Mega goedkoop. Hiermee kun je dus volgens mij gewoon één keer barbecuen. Mega leuk, er zitten ook al van die kooltjes in. Er ligt zo'n rekje op. Eigenlijk alles wat je nodig hebt, mega handig. En er zitten ook een soort van pootjes onder, zodat die wel van de grond afstaat. Dus dat is ook echt heel erg fijn. Ik vond dit wel heel erg leuk. Ik ben benieuwd wanneer we deze gaan gebruiken. Maar deze kostte dus maar €2,43. Ik hoop trouwens dat alles het heeft overleefd, want ik heb best wel veel glazen dingen gekocht. Zo ook deze karaf. Ik vond deze heel erg mooi. Hier kun je bijvoorbeeld een lekkere sangria in doen of gewoon natuurlijk limonade of water. Dit is altijd wel handig als je buiten gaat eten, dan hoef je niet de hele tijd naar de kraan en terug. Deze mooie glazen karaf kostte, even kijken, €1,99. Nou, voor het barbecue heb ik ook van deze spiesjes gekocht. Ze zijn gewoon met hout en ze zijn best wel lang. En ik dacht, deze zijn echt perfect voor marshmallows. Die lagen er ook bij, dus dat is mega lekker. Kun je ze lekker grillen. Dit doet me gewoon echt denken aan een lekkere, gezellige zomeravond. Ik heb er al helemaal zin in. Dus marshmallows en deze spiesjes. De marshmallows waren €1,39. En de spiesjes, 4 stuks voor 94 cent. Nou, om het vlees en alle andere dingen. Wij eten toevallig vega, dus dan kan je er ook natuurlijk gewoon groenten en zo opleggen. Heb ik zo'n ding gekocht. Ik vond dit wel mega handig. Dan hoef je ook niet zelf alles één voor één zo alles om te draaien. Kan je gewoon in één keer zo doen. Dit is zo'n grill rack. Mega handig. Barbecue grillklem was €1,99. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat werken. Nou, om het er natuurlijk allemaal leuk uit te laten zien, heb ik ook een tafelloper gekocht. Nou is het zo dat wij boven op ons dakterras geen tafel hebben staan. Wel kleine tafeltjes en een soort van pallet-achtig iets. Daar kan ik het gewoon leuk op maken, dus dat ga ik voor deze video ook doen. Want het past gewoon niet. Het is echt een super klein dakterras. Maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En daarvoor heb ik dus een tafelloper gekocht. Ik vond hem er in de winkel echt heel erg leuk uitzien. Hij zit wel in een andere verpakking. Ik denk dat hij ergens anders in hoorde. Ik kon hem ook eigenlijk nergens anders vinden. Dus ik heb hem ergens vandaag getoverd. Maar hij kostte €2,99. En hij is beige met zwart. Heel leuk. Ik denk dat deze echt perfect past ook op dat pallet ding. Waar ik dus al die dingetjes neer wil leggen straks. Dit is hem. Hij heeft van die leuke ruffeltjes aan de onderkant. En een soort van relief hierop. Heel cute. Dus ik ben benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Hij is best wel lang. Heel leuk. Oh, deze is echt cute. Hier ben ik blij mee. Deze kostte €2,99. Nou, en voor op die tafelloper heb ik ook nog placemats gekocht. Als jullie mijn balkon makeover hebben gezien, dan hebben jullie ook gezien dat ik deze placemats heb gebruikt voor de muur. Waarschijnlijk zie je dat straks bij de makeover straks ook. Maar ik vond deze ook weer echt heel erg leuk. Deze had ik nog niet. Het zijn een soort van wit beige-achtige placemats. Met ook weer van die franjes aan de bovenkant. Heel leuk. Dus dat zijn deze twee placemats. Hier ben ik echt blij mee. Het geeft ook gelijk een hele andere sfeer aan je tafel. En dat vind ik heel erg leuk. Echt een beetje zo'n island
Ibiza-achtige vibe. Echt cute. Dus ja, deze kostte €2,99 per stuk. Net onder de €3. Nou, dan hebben we natuurlijk nog borden nodig om op te eten. Dus die heb ik ook gekocht. Ik vond dit echt van die zomerse borden heel mooi. Ze zijn van glas. En deze is 25 centimeter. Ze hebben een soort van reliefje erop. Ik ga ze eerst even afwassen en die sticker eraf halen. Ik hoop dat hij er makkelijk afgaat. Maar daar heb ik er dus 2 van gekocht. En daar heb ik ook een bijbehorend schaaltje. Ja, het is niet echt een schaal. Het is eerder gewoon een diep bord. Je zou er misschien wel een soepje of zo in kunnen doen. Deze is 20 centimeter. Ik geloof dat deze echt hetzelfde reliefje heeft. En het staat heel leuk. Allereerst natuurlijk op die placemat. Dan op het bord en dan zo. Dit is toch cute? Hier ben ik echt wel helemaal blij mee. En voor daarbij heb ik ook nog glazen gekocht. Dit zijn echt mijn favoriete glazen van de Action. Hier heb ik er ook 2 van. Wij hebben deze al best wel veel thuis. Alleen dan met een ander reliefje. Kijk, dat zijn deze. Het zijn echt van die mooie soort whisky glazen. Hier kan je natuurlijk ook gewoon lekkere cocktails in maken. Staat ook heel erg leuk. De combinatie van meerdere soorten glas vind ik gewoon echt heel erg nice. En dus heel erg leuk onder die placemat. Eventjes kijken hoe duur dit was. De glazen kosten €1,49 per stuk en de borden allebei 99 cent. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog iets nodig om mee te eten. Daarvoor heb ik dit bestek gekocht. Dit is echt voor steak en vlees en zo, dus dat is ook mega handig. Het is van het merk Sola. Ik ken het niet, maar het lag bij de barbecue spullen, dus het zal vast wel goed zijn. Hier kun je vast en snel een vleesje mee doorsnijden. Deze kostte, even kijken, €2,99. Ook net onder de €3. Oh ja, dit vind ik ook zo leuk. Dit zijn een soort van frietmandjes of een soort van frituurpannetjes. Dit is toch super schattig. Ik vond dit zo schattig staan. Je kan hier natuurlijk frietjes in doen, maar vast ook wel hele andere dingen. Ik heb hier 2 van gekocht. Ze hebben ze ook in het zilver en in het rosé goud. Maar ik weet niet, ik vind de combinatie van beige, zoals bij die placemat, en goud gewoon heel erg cute. Dus ik heb hier 2 van gekocht. Mega schattig. Ook trouwens heel erg leuk als je bijvoorbeeld iets van een diner gaat vieren. Een 21 dinner of zo. Staat ook heel erg leuk op tafel. Deze kostte 99 cent per stuk. En dan heb ik als laatst nog een schattig dienblad gekocht. Ik vond het wel leuk om deze glazen of bijvoorbeeld dat frietmandje hier zo op te zetten. Ik weet niet, ik vind dat wel een leuk effect geven. Misschien nog een kaarsje of zo erbij. Dit hoe die eruit ziet, kostte €2,99. Nou, en de tas is leeg. Ik heb echt mega veel leuke dingetjes gekocht. En dan is het nu natuurlijk tijd voor de makeover. Dus jullie gaan nu kijken naar hoe mijn balkon er eerst uitzag en hoe ik het ga aankleden voor het thema Eating Outside. Nou, en dan was dit alweer de video. Ik hoop natuurlijk dat jullie hem weer leuk vonden om te zien. Ik ben echt mega blij met het eindresultaat. Ik kan echt niet wachten om mijn vriendinnen uit te nodigen en hierboven lekker gewoon samen te eten. Mega gezellig in de zomer. Ik hoop natuurlijk ook dat jij deze video leuk vond om te zien en dat je wat inspiratie hebt opgedaan. Als dat zo is, laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier beneden. En doe natuurlijk even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op het kanaal van Action. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie jullie snel weer bij een andere video. Doei!